Heinrich. Heinrich, lang. Come on.
Jij zou door! Anne Hoekstra, na afloop van de wedstrijd Oldeveste tegen Viboa 3-2. Wat was het voor wedstrijd? Hele rommelige wedstrijd vond ik. Waarbij je over en weer heel veel foutieve paas zag. Zal ongetwijfeld ook met veld te maken hebben, denk ik. Maar je ziet gewoon dat het een hele rommelige wedstrijd was. En, we komen voor de rust komen goed op 1-0, denk ik. Of het nou wel of niet terecht was, want volgens mij had de keeper hem ook wel gedeeltelijk vast. Maar dan denk je niks aan de hand. Hè? En goede tweede helft en dan kom je op 2-3-0 met nog een 25 minuten spelen. Ja, en dan moet je hem gewoon uitspelen. Alleen dat doen we heel slecht. Hun komen op 3-1. En dan zie je opeens dat we allemaal achteruit gaan lopen. Op 10 meter, 7 meter gaan staan te dekken. Ja, dat kan gewoon niet. Wordt het dan te rommelig in die fase? Want Viboa is eigenlijk, en dat zeg ik een beetje cru misschien, een beetje op oorlog uit in het strafschopgebied van Oldeveste. Ja. En daar geef je zelf de gelegenheid voor. Ja, vind ik wel. Kijk, wij lopen heel ver terug. Dus en dan staan we heel ver naar onze 16 te verdedigen. En op het moment dat je naar de 16 staat te verdedigen, dan, dat heb ik in de rust ook aangegeven, dan speel je hun in de kaart, want daar willen ze zijn. Nou, dan moet je zelf niet willen komen. Dus je moet vooruit gaan verdedigen. Ja, dat deden we niet goed. Je komt een beetje gelukkige wijze op 3-0, misser van de keeper van Viboa. Ja. Dan verwachten de toeschouwers, nou, nu misschien een beetje voetbal. Maar dat zat er niet in. Dat verwacht ik zelf ook. Ja. En toch vond ik dat we na de 3-0 wel een goede fase van 5 à 10 minuten hadden. Ja. En dan zag je ook dat er ook nog wel wat werd aardig gespeeld, vond ik op dat moment. Alleen dat hield maar 5 à 10 minuten vol. Nou ja, en dat is te kort. Ja. Wat moet de rest van de competitie brengen? Toch nog hopen dat Urk de punten laat liggen? Nou, we kijken naar onszelf. We staan 9 punten achter. En we hebben ook met z'n allen gezegd, we gaan gewoon wedstrijd te wedstrijd bekijken. Dus we bekijken het per week. Nou, en dan zien we het. We moeten zelf winnen. Na competitie op kunstgras? Dat mag niet. Goed weekend. Ja, hetzelfde.